Dus ik loop over straat met mijn Chinees. Ik loop zo. En van de andere kant komen die gasten, die vrouw aan mijn kant. Maar die gast, die was echt aan het flippen. Die was kwaad. En mijn stapjes worden steeds kleiner. Echt zo. Het slaat helemaal nergens. Een soort, mijn laatste heks ben ik. Ik loop zo'n beetje zo. En ik denk, ja, dit wordt de confrontatie. Dat kan niet anders. Dit kan niet anders dan de confrontatie. En ik ben daar niet... Een jongen die ik ken is amateurbokser. En die zegt, Ronald, als het aankomt op confrontaties, dan zijn er maar twee soorten mensen. Er zijn mensen die helemaal losgaan en meteen beginnen te mappen. En er zijn mensen die blokkeren. Dat is het. Ik zeg, nou, ik ga nooit los en meteen helemaal mappen. Hij zegt, ja, dan blokkeer je dus. Ik zeg, nou, ik vind huilen als een meisje niet blokkeren. Komt wel iets los. Ik heb er ook over na zitten denken. Ik zou in het oude Rome, vroeger in Rome, ik zou de slechtste gladiator ooit zijn geweest. Ja, ik zou constant mijn moeder laten bellen dat ik ziek was. De hele tijd mijn moeder aan de telefoon met mevrouw Goedemond. Ja, ik bel voor onze Ronald. Ja, ik hou mijn dagje thuis. Weer migraine, ja dat klopt. Zegt u? Hij ligt niet zo goed in de groep. Nou, dat kan kloppen. Ik heb mijn jongen, hij is een beetje gevoelig. Hij heeft een beetje moeite met dat hele... We gaan elkaar bevechten tot de dood en de winnaar mag tegen een tijger concept. Dat trekt hij niet zo goed. Heeft hij moeite mee. Zegt u? Hij kan het niet. Tuurlijk kan hij het wel. Hij kan het wel. Hij lijkt misschien zachtaardig. Maar als je hem in een hoekje draait, verandert hij in een hele gemene vrouw. Nou, ik... Wat zegt u? Hoe ik in dit tijdperk aan de telefoon kom? Waar praat u dan door dat u mij kunt ontvangen? Het kontje van een wasbeer? Klats! Mijn moeder heeft ook de grenzen. Dat kan... Ik ben daar geweest, hè, in het Colosseum. Dat was onzagwekkend, dat is indrukwekkend als je daar... Ik moest daar naartoe... ik moest niet naar het Colosseum toe, ik moest naar Italië toe. Ik had een cursus Italiaans gedaan. Ik ben half Nederlands, half Italiaans. Alleen, ik spreek die taal niet. Ik heb nooit Italiaans leren spreken. Mijn moeder heeft me dat nooit geleerd. Ik probeer dat nou in te halen met cursussen, met cd's. Cd's? Hoef je alleen maar de cd's te luisteren en dan leer je de taal. Ja, pff, helemaal niet waar. 8 cd's, superdure cursus. Ik heb 8 cd's zitten luisteren. Heb ik 1 zinnetje overgehouden. Ik heb 1 zinnetje geleerd. Voor 300 euro of zo. Dit is het zinnetje. Ik zal het zinnetje zeggen. Ik doe meteen de stem na van de cd. En weet je waar ik de godganse tijd in de auto naar heb zitten luisteren? Deze gladiool. Komt-ie. Dit is het zinnetje. Superdure cursus. Voglio sapere perché non è citabile per lei. Perché è molto buono. Dat is, en die wenkbrauw heb ik zelf bedacht. Bij de cursus. Het zinnetje betekent... Dit is wat het zinnetje betekent. Ik wil weten waarom het niet acceptabel voor je is, want het is heel erg goed. Wat is dat nou weer voor een zinnetje? Welke situatie moet ik heel bewust gaan opzoeken, hè? Om dat zinnetje ooit toe te kunnen passen, ooit! Moet ik ergens in Italië een winkel binnengaan waar ze allemaal tandenborstels verkopen. Al die kopjes van die tandenborstels lekker zelf gaan aflikken. Zo. Net zolang tot er een verkoper naar me toe komt. Ah, ja, ja! En ik... Voglio sapere perché non c'è tabelle per lei, perché è molto buono. Daar ben ik veel. Dat is wat ik heb overgehouden aan die cursus. Maar in het boekje stond, in het boekje van die cursus, als je die taal echt wil leren, dan moet je naar de land toe. En kijk, in principe is dat ook zo. Dat is geweldig. En reizen is gezond. Als je dat durft, naar buiten gaan en reizen, moet je doen. Ja, in principe is het reizen is gezond. Reizen voorkomt cultureel solipsisme. Het zorgt voor een hele natuurlijke antroposofische en sociologische paradigmaverschuiving binnen het ik-universum. En je wordt bruin. Dus moet je altijd...